Goedemorgen, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De dikste wolken vinden we boven het noorden van Nederland. En daaruit valt van tijd tot tijd regen of motregen. In het zuiden is het vaker droog, maar er is weinig ruimte voor de zon. En in de loop van de ochtend kan ook daar weer wat motregen gaan vallen. Misschien dat we aan het eind van de ochtend in het noordoosten al de eerste vlok natte sneeuw zien. En vanmiddag breidt zich dat langzaam wat uit in zuidelijke richting. Temperaturen gaan ook eigenlijk alleen maar omlaag. Behalve in het zuiden, daar kan het nog 10 graden worden. Maar in Groningen is het vanmiddag plus één. Het kwik gaat in de avond op veel plaatsen steeds vaker onder het vriespunt komen. De neerslag breidt zich verder uit in zuidelijke richting en er valt op steeds meer plaatsen wat lichte sneeuwval ook in de nacht. En dan kan het hier en daar wat wit worden. Morgen vooral in het zuiden nog wat sneeuw in de rest van het land meest droog en later met name in het noorden ook alweer wat zonneschijn. Temperatuur rond of net onder het vriespunt een ijsdag laat in het seizoen dus. Zondag en maandag hebben we veel ruimte voor de zon met zondag nog veel wind, lage gevoelstemperaturen, net als zaterdag plus 1, maandag plus 4 en dinsdag gaan we alweer naar plus 7. Ook dinsdag is het nog droog met geregeld de zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.